De situatie van seniorenburgers die wonen in het bejaardentehuis Asiana is sinds het begin van de zeer gevreesde COVID-19-pandemie in maart 2020 drastisch veranderd. Dit zegt de onderdirecteur Rodney Somandas aan onze redactie. We vroegen aan Somandas meer informatie over de geldende bezoektijdenregeling van het tehuis die tijdens de pandemie enigszins was gewijzigd. De bezoekregeling was in de ochtend. Normaal waren er bezoektijden van tussen 10 en 12 en dan weer van 5 tot 7 in de middag. Maar het bezoek is dus teruggebracht van 10 tot 12, waarbij wanneer het werd opengesteld dat we een half uur per persoon toelieten. Natuurlijk met COVID-maatregelen in achtneming. En zodat ook meerdere mensen, als we het niet, dat meerdere mensen bij een persoon konden komen. Werd het dus teruggebracht naar een half uur per persoon toen het zo erg was. Met een ogenschouwneming van bijvoorbeeld de uitbetaling van de AOV-gelden. Hoe heeft het huis daarop ingespeeld? Nou, het huis heeft niet in verband met COVID hoor, maar daarvoor al had het huis een regeling met de bewoners. Dat indien er de bewoners in aanmerking moesten komen voor geld, waarbij dus men het opnam, dat het huis het voor ze lichtte naar toestemming van de persoon. Tijdens de COVID-19-pandemie is het bejaardentehuis Asiana gewoon open voor bezoekers, maar dan wel één keer per dag.